We gaan hapje eten. We gaan hapje eten. Je hebt honger, hè? Ja, ik heb een trek. Gaan we doen. Oké. Nou, lekker. Ik heb pennen met zalm en garnalen en... Oh, daar kan je niet meer door. Welkom bij vlog 57. Jeetje, 57 ja, alweer. Ja, 57 alweer. Ja. Ik had het net even over de bekende Nederlander. Dat onthullen we aan het eind van deze vlog. Oh ja. Wie dat zijn. Ja. Oh, we hebben nu al verklapt dat het er meerdere zijn. Meerdere? Nou ja, het zijn twee personen toch? Dat is toch meer dan één. Ja. Dus bekende personen, Nederlanders, die staan naast ons. Een goede kijker heeft in de vorige vlog al kunnen zien. Eventueel. Een vervoersmiddel wat misschien bekend voorkomt. Want ik zag hem een paar keer in beeld. Maar goed, aan het eind van deze film dus onthullen we de bekende Nederlanders. Ze zijn inmiddels al anderhalve week weg als jullie dit zien. Dus ze zijn er nu niet meer. We gaan hapje eten. We gaan hapje eten. Je hebt honger, hè? Ja, ik heb een trek. Oké, gaan we doen. Oké. Okay. Hey, hallo. Dag, we hebben een pizzeria gevonden. Ja, een spaghetteria pizzeria. Jij neemt een rood wijntje, ik een wit wijntje. Ja, ik heb een Italiaanse rood wijntje en jij een droog wit wijntje. Oké. Okay. Tenminste, dat was de interpretatie van de... Wat nou weer? Kill. Is het nou ooit te veel? Net 2 seconden. Oh nee, we zouden 10 seconden doen, hè? Ja. Oké. Okay. Nou, we gaan even lekker kijken wat we kunnen eten. Ja, dus straks wel een foto maken of een filmpje. Ja. Nog een keer proosten? Ja, want we proosten dit eventjes op... waar we de lunch nu aan opdragen. Dat heet jij net. Dus. En ik vind dat ook een goed kwijt. Idee. Nou, die vindt lunchen. Dat als we gaan lunchen. Oh, Leni, een vaste volger op ons YouTube-kanaal. Ja. En die vindt het geweldig als we lunchen en. Ja, dus daar dragen we deze lunch aan op. Ja, en proost, zeker. En proost erop. Ja, proost, Leni. Ja, proost. We gaan zo nog even boodschappen doen. En dan fietsen we weer op ons gemakje terug naar de camping. En? Naar de bekende Nederlanders. Ja, die moeten we even een beetje interviewen, zeg maar. Ja, ja. Want we willen natuurlijk onthullen aan het eind van de vlog wie de bekende Nederlanders zijn. Dus blijf vooral kijken. Ja, ja. Duimpje. Abonneren. Nou, dat zou ik niet doen. Soms. Maar zeg het te zien. Nou, lekker. Ik heb pennen met zalm en garnalen en... tomaten en nog iets. En een wit wijntje. Ja, heerlijk. Lekker hoor. En wat heb ik? Nou, jij hebt een pizza. Ja, 4 kaarsenpizza. En een Italiaans wijntje. Ik zou zeggen, Ineke. Eet smakelijk. Eet smakelijk. Ik zit klaar. Wacht op Ineke, zoals gewoonlijk. We gaan even... Oeh, ze steekt 2 vingers omhoog. Ja. Bewijs het maar eens. We gaan fietsen, Bonnevo en daar voorbij. En dan gaan we even daarna boodschappen doen. Voor vanavond het eten halen. Ja. Wat makkelijks. Geen zin om veel te koken. Oh. Even sanitaire stop gedaan. En we gaan nu fietsen. En ik ga even filmen als we de camping afrijden. Veel overwinteraars die er niet zijn. Oh, stevige hobbel. Leeg, 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 leeg. Deze, hier stonden we de vorige keer. Maar ja, nu niet. Nu hebben we een hele grote plek. Op de plek waar eerst bekende Nederlanders stonden. Eind van de film onthullen we wie. Nou, hier staan wij. En we gaan daarheen. En dan gaan we de camping af. We gaan een stukje fietsen, zoals gezegd, naar Bonnevo. En verder. En de zee is niet ver weg. Sterker nog, die is best wel dichtbij. Hallo. Hoe is het nou? Goed hoor. Ja. Even mijn billen weer even inslaan. Ja, hè. Even... Eigenlijk een ander zadel hebben.
Ja. Dus als er nog fietsenmakers en of leveranciers zijn van goede gelzadels, ja, we houden ons aanbevolen om ze te testen. Ja, zeker weten. Ja. En we hebben grote billen en wat kleinere billen in de aanbieding, dus... En dan laat ik aan de kijkers over wie de grote en wie de kleine billen heeft. Ja. Ja? Oké, kopje koffie gaan drinken, schat? Ja, lekker. Ja, hè? Zo, dan mee voor uitgereden en komen we op dit plekje aan. Echt een mooi gezicht. Ik zal even naar beneden kijken hoe dat eruit ziet. Niet verkeerd hier. Hier een mooi uitzicht over de zee. Bootje varen. Volgens mij zijn we nu bij de Blue Hole. Heerlijk, hè? Het blauwe gat. Oh, daar kan je nu niet meer door. Jammer genoeg ingestort. Sommige mensen zullen deze al herkennen, het buske. Dan zeg ik al heel veel. En dan draaien we even om het buske heen. En dan onthullen we nu de bekende Nederlanders in het vlogwereldje. De vloggers. Dag Brigitte, dag Ruud. Ja, hallo. Wat leuk jullie hier te zien. Ja. Wederzijds. Ja. Ja. Het is spontaan geloof ik, hè? Ja. Ja, wij zijn hier heel spontaan, ja. Ja. Wij zijn hier afgelopen zaterdag hebben wij onze buren, Jannie en Steffen. Jullie kennen ze wel van het wandelen. Ja, ik ben er ook bij. Ja, laat me ook even horen. Bekende Nederlanders van Las Torres. Ja. Geweldige mensen. Ja. Ja. Wij hebben Jannie en Steffen hebben wij verrast. En we hebben ze geholpen met het opruimen van de tent en de kleden. Omdat het gewoon, wij weten, het is gewoon een hele klus. Ja. Dus wij zijn hier. Het is hier, warm nu, dus. Precies, ja. En wij zijn gewoon gezellig aan het hier genieten. Ja. En met plakbandpensioen. Ja. Dus what else? Nou, leuk. Ja. Bedankt even voor dit korte interviewtje. Helemaal en, goed. En wie weet, tot gauw weer. En we wensen zo klein. Ja. Vast ja. En we wensen jullie nog een heerlijke tijd hier. Ja, ja, jullie ook. Ja. In Spanje. Ja, dankjewel. Zeker lukken. Doeg! Goeie reis. Goeie reis. Nee, maar ze moeten wel rijden. Ja. Dag. Tot de volgende. Rij voorzichtig. Doei, doei. Goedemiddag, Onno. Dag, Ineke. We gaan een stukje. Fietsen. Ja, het is mooi weer. Vanochtend zag het er niet zo uit. Nee. Het is toch helemaal weer blue, blue sky. Blue, blue sky. En we gaan richting Isla Plana. Ja, we gaan even bezienswaardigheid. Wat drinken misschien. We kijken wel wat we gaan doen. Ja. Dus, vamos. Vamos a la playa. A la Isla Plana. Thank you.
gaan we misschien. Dat gaan we zeker doen. Oké. Hey, waar zijn we nu? We zitten in Isla Plana. Vlakbij de kust. Of vlakbij de kust, aan de kust. Ja, mooi blauw water. Ja, een beetje winderig. Ja, dat wel. Windvlagen 25 km per uur, maar dat mag de pret niet leren. Drukken. En we gingen naar de highlight, hoe heette die? Dit is Banjos de Maran. We gaan vlog 57 afsluiten. Dus we zeggen abonneren. Ja, want het is nog altijd 47% van de kijkers die niet geabonneerd is. Nee, het kost niks, het is helemaal gratis. Helemaal gratis. En als je niet weet hoe het moet, dan horen we dat graag en leggen we dat wel uit. En een duimpje. Ja, dat sowieso. Ja. En een reactie is ook heel leuk. Ja, een duimpje is ook leuk. Ja, en een reactie is leuk. Alles allemaal leuk. Ja. Dus bedankt weer voor het kijken. En tot de volgende vlog. Tot de volgende vlog. Dag. Dag.